Koen van Eyck, je bent net in de rechtszaal geweest, Yvonne Koldeweijer tegen Samantha Steenwijk. Wat is daar precies besproken? Samantha Steenwijk die voelt zich ernstig in haar eer aangetast, omdat op het Juice-kanaal van Yvonne Koldeweijer, Yvonne Koldeweijer heeft gezegd dat zij 22 kilo is afgevallen paardrijden en matig eten, maar door het gebruik van gevaarlijke en illegale dieetpillen. Zij wil dat ik zeg dat het misleidend is en onwaar. En ik geloof gewoon echt dat zij die dieetpillen heeft gebruikt. Zij is vorig jaar 22 kilo afgevallen in 2 maanden tijd. Dat vond ik zeer ongeloofwaardig. En toen ik dus een bron vond die mij vertelde van dat komt omdat ze illegale afslankpillen heeft gebruikt. Toen heb ik dat gebracht. Ja. Had je 1 bron of heb je meer bronnen? Meerdere. De Monde Steenwijk zegt erover, ik ben niet in 2 maanden of in een paar maanden tijd zoveel afgevallen. Ik ben 1,5 jaar bezig geweest met vermageren. Jij blijft echt bij dat je bent afgevallen door paardrijden en dus niet door dieet. Nee, niet door paardrijden, ook door paardrijden. Maar ik heb gezegd, ik heb mijn eetpatronen aangepast. Ik heb kleine porties gegeten, dat is het allerbelangrijkste. Maar goed, ik ben geen Sonja Bakker, hè, jongens, kom op. Maar ik eet kleine porties en daarbuiten heb ik nog nooit gesport. Ik ben nu aan het trainen voor een grote show die ik moet lopen. Dus ik heb enige vorm van sport gevonden. Maar mevrouw Koldeweijer doet nu voorkomen alsof dat dus hetgene is waar ik van ben afgevallen. Nee, het ligt in je eetpatroon. En daarbuiten doe ik ook een beetje sporten. Nou, het was wel een beetje modder gooien. De advocaat van Yvonne Koldeweijer, die zei, Samantha Steenwijk heeft boter op haar hoofd. Want die werkt bij het RTL, bij RTL Boulevard, dat is ook een rollenprogramma. En daar zouden ze ook onaardige dingen over Bibian Menthol hebben gezegd. Zonder te specificeren wat dat dan precies was, dat werd niet helemaal duidelijk. En ook zou ze de problemen, het schandaal natuurlijk, bij de Voice of Holland hebben gebagatelliseerd. Dus zei de advocaat van Koldeweijer, ze doet er zelf ook al mee. Ze verdient er ook geld mee. Het was toch een behoorlijke discussie over de ethiek in de media. Daar ging het eigenlijk over. Het ging eigenlijk over privacy versus vrijheid van meningsuiting. Dat was toch wel een belangrijke discussie. Yvonne, even een vraag. Word jij bij de media of sta je daar buiten? Ik ben zeker een onderdeel van de pers, maar ik ben geen journalist. Wat is dan het verschil? Ik heb het zelf uitgevonden. Het heet een Juice-kanaal. Het is een nieuw begrip. Ja. Maar je advocaat zegt, jij valt wel onder de media. En dus ook de bescherming van je bronnen vallen eronder. Die ga je niet prijsgeven? Wij gaan absoluut geen bronnen prijsgeven. Nee, geen haar om mijn hoofd die daaraan denkt. De advocaat van Yvonne Koldeweijer zegt, eigenlijk is Yvonne Koldeweijer ook een journalist. En die valt ook onder de journalistieke regels en die mag haar bronnen beschermen. Met name die bronbescherming, daar hebben we ook heel erg de nadruk op gelegd. Omdat het heel belangrijk is en dat zet de toekomst van Juice Channels natuurlijk wel op het spel. Wat is de rol van de Juice Channel op dit moment in onze samenleving en hoe kijkt men daar tegenaan? Om op je eerdere vraag te komen, Yvonne is wel degelijk een journalist, maar je hebt verschillende type journalisten. Zoals journalisten dat allemaal mogen. Mag zij dat ook? Dat is eigenlijk zijn betoog. Daar maakte de advocaat van Samantha Steenmeijer dan weer gehakt van. Die zegt, dat is nog niet zo. Dat zit heel anders. Ik ben helemaal niet iemand van negativiteit, maar in mijn ogen staan er gewoon te veel mensenlevens op het spel. Ik ben de inspiratiebron geworden van illegale drugs. En dat wil je niet. En zij doet dat natuurlijk allemaal een beetje lacherig over. Maar als ze straks gewonden vallen, dat wil ik niet meer geweten hebben. En dat is de reden waarom ik hier sta. Want je zei ook dat je vriendin en je moeder, die worden ook op aangesproken. Absoluut, ja. Iedereen, maar ook vrienden. Iedereen, weet je wat het is? Afval is natuurlijk voor iedereen heel erg lastig. En mensen die doen uit wanhoop dingen die je niet moet doen. En zij heeft gezegd dat ik dat heb gedaan. Dus iedereen die gaat nu uit wanhoop straks aan die pillen. Ja, dat wil je niet op je geweten hebben. En ik wil ook de mensen om me heen dat die daar niet mee belast worden elke keer.